Waterman, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei. En als de kaart schudt om te kijken wat deze week voor jou een petto heeft. Dan lijkt het Waterman alsof je eigenlijk een wat lastige beslissing moet nemen. Je kunt er niet helemaal over uitkomen dat wat het nu eigenlijk moet gaan zijn. Je twijfelt heel erg hoe je naar bepaalde zaken moet kijken. En dat maakt het dan ook moeilijk om dat besluit te gaan nemen. Het wil niet zeggen dat het per se heel moeilijk is, maar het voelt heel moeilijk omdat je niet zo goed weet welk standpunt je in moet nemen. En ik zou ook zeggen, onderzoek eerst dat stukje wat je er nu eigenlijk van vindt, wat je ermee wilt en wat de toekomst al gaat brengen. En dan pas hoef je je beslissing te gaan nemen. Op het moment dat je eerst die beslissing neemt, terwijl je niet helemaal weet waar je staat, of terwijl je niet helemaal weet wat je er nu eigenlijk van vindt, is het eigenlijk een stapje te vroeg om dat besluit te gaan nemen. En ik heb het idee dat je het echt wat dieper moet gaan onderzoeken. Misschien nog met wat meer mensen gaan praten daarover. En dan pas lijkt je dat besluit te gaan nemen. En dan lijkt het ook niet helemaal achter te gaan staan. En dan lijkt het ook niet helemaal fijn te gaan voelen. He, dus neem dat voor jezelf mee op het moment dat je niet helemaal goed weet waar je staat. Dit was een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.